Hebben jullie ook gekeken? Ik weet het niet. Ik heb gekeken. Maar hebben jullie het ook gezien, College Tour? Ja. Ja. Dan ging die weer, hoor. Ik bedoel, als je niet aan de linkerkant zit in het politieke spectrum, vrienden, blijf dan weg bij College Tour. D66 en GroenLinks en Partij van de Arbeid, die worden daar allemaal met fluwelen handschoenen behandeld. Oh man, en de loper gaat uit. En geweldig. Maar daar komt die Caroline, de Caroline, die was daar dus. Bij Glijpertje Twan. Die Twan. Ik heb het al eerder gezegd. Die WK achter de ellebogen, die worden dit jaar niet eens gehouden. Die beker, die hebben ze allang naar de Twan gestuurd. Ja, winnaar. Op een gluiperige en hele smerige manier worden er constant maar een beetje negatieve vragen en negatieve opmerkingen gemaakt. En dat wordt dan allemaal verpakt. Want dat is het dan. Ja, dat gaat dan allemaal onder het motto van laten we even leuk iets zien van een verslaggeefster van Eén Vandaag. En die gaat daar de ene vervelende opmerking naar de andere maken over de Caroline. Ja, en dan moet de Caroline zich dan weer tegen verdedigen. En dan gaat die Twan dat ook nog eens een keer een beetje aandikken. Weet je wel. Het is zo misselijkmakend, vrienden, om daarnaar te kijken. En dan komt als klap op de vuurpijl, ja, en dat geldt dus ook voor al die vragen van al die studenten, dat ik allemaal een beetje ingestoken en constant moest de Caroline maar in de verdediging. Ja, en dan, wat er nooit gebeurd is in de hele College Tour, nee, dan komt ineens Benny Jolink, die komt dan ineens. Van normaal, die komt dan ineens naar ten tonele. En dan moet ze zich weer gaan verdedigen. En die Benny Jolink, die ken ik, een aardige gozer. Daar ben ik een keer geweest. Hele verstandige, leuke gozer. Die is ergens ook een beetje woef, de weg kwijtgeraakt. En die roept dan ineens een fuck de KLM en noem het al weer op. En ja, en daar zegt de Twan natuurlijk ook niks van. En die laat dat allemaal maar gaan. En minuten lang zit ineens, is het de College Tour met Benny Jolink. Dat ja zeg. Ja, en dan denk ik, waar heb ik nou in godsnaam weer naar zitten kijken, vrienden? En één tip voor Benny Jolink. Verander de naam van je band in Doe Normaal.